a small sip. Whoa. Trippy, man. Whoa, man. Oh my goodness. Oh, you moved it ook. What? Je moeder heeft het ook. Oh, I love this game. Nick, mijn gyro. Ah, even een vijfje. Oh. Jongens, dit is level 1, hè. Kom op, hè. Ouwe muk. Oh, ik dacht dat het al klaar was, joh. Ik zit hier gewoon even te staan. Ik denk van, nou, wat zitten jullie allemaal te slapen, joh. Ik zat ook al te kijken, maar waar ben jij mee bezig, man? Ja, hier, Kijk, dus dan als we 3 keer R hebben, dan doe ik aftellen en dan zeg ik go. En dan gaan we gewoon rennen voor het leven, oké? Okay? Ja, nee, is goed. Stack. Waarvoor? Yo, wel 3, meid. Nou. Ja, ik heb al meer. Oh. Zeg, mijn gyro's kunnen niet onder water. Wat is dit voor crap? Tja. Echt niet? Natuurlijk wel. Dus elektriciteit en water. Oh, wacht, er zijn gewoon mensstatues, man. Zo, wat eng. Zo, er zit nog meer. Holy crap. Iemand heeft er veel tijd gehad. En om dat allemaal onder water te bouwen, wat de hel? Ja, zo ben je dan ook niet goed, Snik. Wat hebben jullie toevallig... Er was op Dumpert, was dat laatst, van die... was een filmpje van een kerel... In een dikke BMW. Een dikke BMW, jongens. Het was een ander merk, was het. Een rode auto en er was een kerel met een scooter. Ferrari? Nee. Echt een heel oud ding. En die hadden zeg maar een soort verkeersruzietje. Die op de scooter, die lokte het een beetje uit. What's your problem? En die man in die auto... Die begon een beetje boos te worden, maar hebben jullie dat toevallig gezien? Nee. Als je het zo zegt, dan zou je het moeten... Oh, nou ja, oké. Nee, dan is het ook niet grappig. Ik zou het niet. Maar het is wel geestig, want op een gegeven moment zegt hij dus van... Ja, weet je wel niet wie ik ben? Do I care? Weet je wel, echt zo van... Ik weet niet wie ik ben. Ik kom hier. Ronnie, mij. En toen zei hij dus wie die was. En hij heet dus Ronnie Pickering of zo. Ronnie Pickering! Oh! Ronnie Pickering! Who the fuck's that? Yeah, me! En, nou ja, nobody gives a fuck. Niemand kent die kerel. Echt, nog nooit van gehoord. Oh, wow! Yeah. Brilliant! En toen hebben ze dus allemaal andere filmpjes gemaakt. Ja, hij moet eruit dienen, maar het loopt... Er zit er nog eentje in de... Mensen die zeggen dat ze geen tv of stoel doen met dat ze geen tv kijken, zitten gewoon 9 uur per dag op het internet. Ja, dat wou ik zeggen. Dat is, of die gasten die het kansloos vinden dat je de hele dag gaat gamen. En ondertussen zitten ze de hele dag goede tijden, slechte tijden. ja, dat ja. Boys. Oh. Jongen. Maar ja, het zijn meestal meiden, meisjes. Want ook gamen is echt stom. Ja, nee, maar goede tijden zijn echt fijn slang. Ja, dat is echt realistisch. Oh! Spring van kaart. Is toch wel een Asura level? Beetje moeilijk. Weet jullie hoe deze gaat, trouwens? Nee. Ja, omhoog? Maar... De vorige keer, ja, de laatste herinnering aan deze... Robin heeft het goed, hè? De vorige keer, Robin, weet je nog? Met die Fransen. Ja. Dat was erg, dat was ook deze. Oh, daar was ik niet bij. De Fractals was ik niet bij. Met haar vriendje en die ging gewoon ook weg. Die had gewoon zoiets van, jullie zijn zo fucking lom. Ik ga gewoon zonder wat te zeggen. Ja. Hij had gewoon geen Engels resistance. Nee, dat was het probleem ook, want als we dat... En hij sprak taal geen Engels en hij was gewoon niet te verstaan. Wacht even, jongens. Oh, je zat nee, wel met hem in Skype. Nee, hij zat niet op Skype, alleen zij. Zij. Ja, en af en toe kwam hij er tussen en dan hoorde je zo... Voor die,
beetje zo'n grumpy was het. Oh no. Hey, wie ligt er nou weer te chillen? John C! Sorry. Oh, Robin, kijk dan. Probeer niet die lichtdingen te raken. Je kan er wel doorheen dodgen. Dit is echt gewoon een slechte 90s disco. En als je hier bent, kan je aan de zijkant gewoon gaan. Hey, what the fuck? Jullie zijn dood. Met z'n allen. Gewoon alle met z'n allen op die laatste kant. Ik moet allemaal door je vriendin. Wat? Robin, ik loop er gewoon naast. Robin, ik loop er gewoon naast. Oh, fucking hell. Kijk, nou ja zeg, ik doe gewoon de verkeerde knop en ik ben gewoon helemaal bij het begin. Als je iemand dood ziet, rest je. Waarschijnlijk mij als eerste, omdat ik volledig glaskennend ben. Dat was gewoon echt een slap excuus, gewoon van, ik ben slecht, dus ik ga snel dood. Ja, ik ben helemaal glaskennend. Nee, maar dat is wel zo. Ik doe wel de meeste damage van jullie pannenkoekies. Is dat zo? Ja, maar ik ga wel 3 keer zo snel dood. Yep. Oh, ik ga hier redden. Glass cannon, hè? Ja. Ik heb het gevoel dat jullie niet serieus zijn. Prototype alchemical precipitate. Juist, ja, die heb ik ook. Neem je dit eigenlijk op? Ja. Oh. Filmpjes met niks zijn altijd leuk. Ja, toch? Die krijgen altijd de meeste downvotes. Ik snap dat niet. Huh? Dan moet je zo gewoon niet disliken. Oh, doe ik dat zelf? Die was goed. Zo. Wat is dit dan? Wat is van die dikke BMW? Is dit je wekker, s'morgens? Nee, dit stuurt Stefan mij. Oh. Kom jongens. Ja, ik ben er denk ik mee. Ja, ik heb er eentje bij me. Jezus, what the fuck joh. Dikke, ben je mee? Dit is dus echt niet niks in muziek. Mijn ook niet. Nou nee, ook niet over mij. Nee, ik was echt gewoon volgepest gewoon van die muziek opeens. Goed, hop. Kijk, wat we even moeten weten over deze fractal is dat we het sneeuw. Heel leuk is. En doordat het sneeuwt, hebben we het koud. En omdat we het koud hebben, vriezen we dood. ja, dat klinkt logisch. Hier, kill it with fire. Hij staat gewoon in. Kill it with fire. Kill it with fire. Sorry. Ja. Pardon. Maar kennen jullie die, dus dat filmpje van Ronnie Pickering? Hebben jullie dus nog niet gezien? Maar even terug te komen op mijn verhaal van een half uur geleden. ja, maar dat is dus best wel geestig. Als je het nu googelt, dan zie je dus... hij zit dus echt helemaal boos is die, hè? Zit hij dus in zijn auto tegen die gast op zijn scooter. Weet je wie ik ben? Weet je wie ik ben? En dan zegt hij dus van... ik ben fucking Ronnie Pickering. En wat ze dus hebben gedaan, omdat het gewoon best wel kansloos is. Ja toch, sowieso om te zeggen, weet je wie ik ben? En dan ben je gewoon niemand. En wat ze dan hebben gedaan is, dan gaan ze gewoon filmpjes maken. En dan bijvoorbeeld van James Bond, weet je maar. My name is Ronnie Pickering. Weet je Pickering, Ronnie edit, Pickering. Ja. I admire your luck, Mr... Pickering! Ronnie Pickering!